Welkom allemaal. We gaan vandaag in gesprek in de serie Portretten met Lilian Lambrechts. Wie is deze bijzondere duizendpoot die wij ongetwijfeld kennen van dorpsgericht werken? We gaan met haar vandaag in gesprek in onze kerk in de gemeente Drimmelen. Veel plezier. Dag Lilian, welkom bij ons in de serie Portretten. Leuk om je hier te ontmoeten. Vind ik ook ontzettend leuk. Ja. Ja. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Jazeker. En aan jou ook de vraag, dat had ik je van tevoren ook gezegd, van je mag een locatie uitzoeken waar je graag geïnterviewd wil worden. Ja. En we zitten in onze kerk. Ja. Een populaire plaats voor een heleboel mensen die ik interview. Zeker. Wat is jouw connectie met onze kerk? En ik mag hier ook heel graag eten of een kopje koffie drinken. Ja. Dus ja. Een bijzondere plek dus voor jou. Zeker weten. Ja. 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 En we zijn natuurlijk, ik heb dat in de intro al gezegd net, geïnteresseerd in wie deze duizendpoot is. Ja. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat jouw drijfveren zijn. Want je doet ontzettend veel. Ja. Kun jij iets vertellen over de historie van Lilian? Uit wat voor gezin kom je? Ik ben de oudste van vier kinderen. Ik ben in Breda geboren. Mm-hmm. Ik ben met drie zussen en een broer. En ik ben altijd, heb altijd voor de klas gestaan. Eerst in Prinsenbeek en ik ben 16 jaar thuis geweest voor mijn eigen kinderen. Ik heb vier kinderen inmiddels. En daar ben ik met veel plezier ben ik thuis gebleven. Maar ik had ook altijd wel de drive om toch iets te doen in de ouderraad. Allerlei vrijwilligerswerk in de Mathielschool in de ouderraad heb ik altijd gezeten. En op een gegeven moment ben ik met de buurtpreventie bij ons in Oosterhout begonnen. Omdat er eigenlijk heel veel inbraken waren. En dat vond ik zo leuk om vooral die samenwerking met bewoners, met politie, met gemeente te doen. Was een uitdaging, was er nog heel nieuw dat bewoners iets deden, zeg maar. En dat was voor mij echt zo'n eye-opener. En toen ben ik het ook gaan vertellen bij andere plaatsen. Binnen Oosterhout is het nog verder uitgerold. Op een gegeven moment is het van een klein project van 130 woningen naar 750 woningen gedaan. Kwam er veel meer bij, werd het buurtbeheer Kruidenbuurt. Ging het ook over groen en jongeren, verkeer, bomen, noem maar op. Heel breed eigenlijk het terrein waar ik nu me op bevind, grotendeels. Op een gegeven moment gingen we zelf zover dat wij op de school sociale activiteiten deden. Dat mensen daar konden koken en bridgen. En dat is eigenlijk nu heel erg booming, zeg maar. Dat deden wij toen al. Ja. En toen merkte ik zelf, ik had daar zoveel, kreeg ik zoveel energie van, dat ik zoiets had van, ik wil eigenlijk zo'n baan hebben. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar deze baan. Okay. En het leuke vind ik om mensen te inspireren, mensen te verbinden met elkaar. En dat is eigenlijk wat ik automatisch doe. Als ik met mensen in gesprek ben, dan komen er allerlei dingetjes op. Dan, oh, dat is zo mooi met die en dat zou erbij kunnen halen. En daardoor kun je mensen met elkaar in verbinding te brengen, zonder dat je er zelf altijd aan de lat hoeft te staan. En kun je mensen juist een eindje op weg helpen, zeg maar. En hoe heet jouw functie? Ik ben coördinator dorpsgericht werken. Dat is een beetje een abstracte functie. Ja. Ik ben een beetje een spin in het web, een duizendpoot. En ik heb laatst in het kader van mijn pensioen heb ik met collega's zitten praten. En het heeft eigenlijk verschillende poten. Intern hou ik me vooral bezig met collega's van, hoe zorg je nou dat je bij alle visie, beleid en plannen, dat je nadenkt over voor wie doen we het, wie betrekken we daarbij, wanneer doen we dat, op welke manier. Dat is een hele grote poot waar ik al die jaren ook mee bezig ben. En door de transitie in de zorg ben ik met eenzaamheid, inclusie, dementie, ben ik met dat soort thema's bezig. En nu ook gezondheid, gala, spuk, al dat soort dingen. En daarnaast zijn er een heleboel mensen die hebben leuke initiatieven en die komen dan bij mij van, Lilian, ik heb een idee, kun je mij helpen? En gelukkig heb ik daar de laatste jaren ook de subsidiepot samen aan de slag bij. Dus dit is voor mij zo'n prachtig verhaal. Dat ga ik ook zeker missen, weet ik zeker. Ja, er zit heel veel passie in. Maar, maar als we het hebben even over jouw gezin, hè? Want we hebben nu met name, heb je het over de laatste paar jaren van je werkzame leven, zal ik maar zeggen. Ja. Waar komt die drive vandaan? Is dat iets wat je van je ouders hebt meegekregen? Of is dat omdat je de oudste bent? Of? Nee, ik denk dat ik het van mijn ouders mee heb gekregen. Mijn moeder zat altijd bij de gidsen en bij de vrouwenvereniging. Mijn vader zat in de bond en in de politiek. Dus ik denk dat ik het wel van beide kanten mee heb gekregen. En van mijn moeders kant hebben eigenlijk al haar broers en zussen zaten zo in de maatschappij, zeg maar. Dus ik denk dat ik wel erfelijk belast ben daarmee. En als een positieve belasting. Ja, zeker. Ja. En jouw broers en zussen hebben die? Of één broer heb je en een aantal zussen hebben twee, die? Ik heb twee broers. Twee broers. Twee broers en één zus. Ja.
En als je het hebt over, over jouw persoonlijk leven. Nou ja, we hebben een vorig gesprek gehad. Ik weet dat je ook best wel wat tegenslagen hebt gehad. Ja. Ik neem ook aan een aantal hoogtepunten. Zeker. Zou je daar in het kort een paar dingen van willen delen met ons? Wat voor jou hoogtepunten zijn en dieptepunten? En wat, jou, wat, je dan, wat dat voor jou betekend heeft? Ja. In wat je nu doet? Ja. Ja, mijn hoogtepunten zijn natuurlijk mijn kinderen en mijn drie kleinkinderen. Mijn jongste klein, of mijn nieuwe kleinkindje op komst. Dat zijn natuurlijk de hoogtepunten voor mij. Want dan heb je de vier, hè? Ik heb vier kinderen. En dan straks heb ik ook vier kleinkinderen. Ik heb nu twee kleinzoons en een kleindochter. En ja, dat geeft je zoveel vreugde. Dat is een drive, zeg maar. Ja. Maar ook met die in het onderwijs heb ik ook hele leuke dingen meegemaakt. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ja, in de Kruidenbuurt daar heb ik ook hele mooie dingen meegemaakt. Ik ben in de Ridderzaal geweest, heb een prijs gewonnen met de Kruidenbuurt. Ik ben bij een verjaardag van de koningin namens de gemeente gemogen. Ja, dat zijn hele bijzondere dingen. De commissaris van de koningin is bij mij thuis geweest. Dat zijn natuurlijk toch hele mooie dingen. Maar ook wel dat kleine project wat op een gegeven moment groot werd, waar een heleboel mensen aan meededen in allerlei groepjes. Daar zie je dat ook al, die verbindingen met al die dingen. Dat zijn toch wel dingen die voor mij heel belangrijk zijn. Ik woon nu bij ons in Maden, zeg maar. Mm-hmm. En ik merk dat ik... daar zit er een beetje een overlap in mijn dieptepunten. Door mijn gezondheid heb ik natuurlijk heel veel meegemaakt. Zal ik je zo meer over vertellen. Maar dat is ook wel een aantal hoogtepunten die ik daar ook weer door krijg. Nou, misschien moet ik dan net andersom beginnen. Dat ik in 2011, 5 december, heb ik een herseninfarct gehad. Het kwam voor mij als een donderslag bij helderheen, want dat is natuurlijk bij iedereen. Mm-hmm. En ik zeg het nu met droge ogen, maar ik denk wel aan mezelf dat dat nog steeds heftig is. Ja. Je ziet niks aan mij, dat maakt het ook heel lastig voor mensen om je heen. Maar ik heb heel veel last van overprikkeling, van vermoeidheid, geheugen, concentratie, multitasken. Dat zijn... pittige dingen waar je toch mee moet dealen. Mm-hmm. Daar is lang niet altijd begrip voor. Ook in je werk is dat heel lastig voor leidinggeven. Ik heb één leidinggevende gehad die daar echt heel veel moeite mee had. Er zijn mensen die daar wel heel veel goed mee om kunnen gaan. Maar ook in je directe omgeving is dat heel moeilijk. Zeggen mensen, het gaat zeker goed met je, je ziet er goed uit. Ja, dat is niet de graadmeter hoe ik me voel. Dat voel ik alleen van binnen. Mm-hmm. Dus dat is dat oordelen, veroordelen is wel een hele lastige. Daarna heb ik hartproblemen gehad die eigenlijk jarenlang niet onderkend zijn. Dus ik heb heel veel van de ene cardioloog naar de andere cardioloog gelopen. Totdat ik uiteindelijk bij de juiste cardioloog in Nijmegen terecht kwam. Daar is dokter Maas is onderkend wat mijn probleem is. En vorig jaar is dat nog heftiger geworden omdat het probleem toch groter is dan ze gedacht hadden. Dus vandaar dat ik soms ook in een rolstoel zit. En dat is voor mensen ook heel raar. Ze zien mij lopen, ze zien mij fietsen. En ze zien me in die rolstoel. Ja, ik kan niet ver lopen, ik kan niet lang staan. Dus dan heb ik een rolstoel nodig. Maar als ik hier nou een klein stukje moet lopen, kan ik dat wel. En dat zijn dingen die ik ook iedere keer per dag af moet wegen. Want geen dag is hetzelfde. Dat is heel lastig. Ik heb daar ook nog een auto-immuunziekte tussendoor lopen die dingen ook nog in de weg zit. Dus het is een hele opgave om dit allemaal rond te breien. Maar door je... wat je allemaal vertelt en de dingen die je nu doet, lijkt het alsof je, dat is volgens mij ook zo, een enorme veerkracht hebt. En de dingen die je tegenzitten, dat je die kunt omzetten in energie om dat klopt. Andere mensen weer verder te helpen. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. En weet je, vorig jaar ben ik in juni of zo, kon ik op het werk bijna geen stap meer zetten vanwege mijn hartklacht. Dat is echt helemaal verkrampt. En toen mocht ik van de cardioloog ook niks meer doen, mag niet meer op vakantie. Ja, dat was echt heftig, want als ik zat voelde ik me gewoon gezond. Mm-hmm. Maar goed, daar heb ik wel goed naar geluisterd. Ik heb tot januari niet mogen werken. En ondertussen heeft zij niks over mijn vrijwilligerswerk gezegd. Dus ik ben vorig jaar in oktober toch een presentatie gaan geven in het Amphia ziekenhuis over niet aangeboren hersenletsel. In een rolstoel weliswaar. Ik heb heel de middag gewoon gezeten. En ik heb 2 dagen zitten stralen. Ja. Dus ik heb ook tegen die cardioloog gezegd van joh, laat me alsjeblieft gaan werken. Ik zeg, dat doet mij gewoon goed. Want je in december, 12 december, houdt je betaalde baan op, zou ik maar zeggen. Ja.
En dan ga jij eigenlijk gewoon door met wat je altijd al gedaan hebt. Ja, wel op een andere manier. Hè? Ja. Ik bedoel, dit is vrijwilligerswerk. Ja. Ik heb nu samen met Amphia Bravus en Revant heb ik een netwerk opgezet voor ervaringsdeskundigen met niet aangeboren hersenletsel. Ja. Die we in willen zetten op verschillende manieren. Daar ga ik volgende week een presentatie voor geven. Vorig jaar heb ik gezegd van we zijn bezig met het netwerk. Nou, volgende week kan ik zeggen dat het netwerk er is en dat wij echt ingezet kunnen worden. En daarnaast ben ik op verzoek van de verpleegkundig specialist uit Nijmegen, van het Radboud, ben ik samen met twee andere hartpatiënten bezig rondom het thema zingeving. Mm-hmm. Want heel veel mensen die met deze hartproblematiek zitten, die zitten thuis en hebben zoiets van ja, ik kan niks meer, ik zit maar thuis. Ik kan niet voor een ander oordelen, want ieder voelt dat voor zichzelf. Maar wij zijn samen aan het kijken of we daar ook iets mee kunnen in de vorm van een gespreksgroep of wat dan ook. We gaan dat met elkaar ontwikkelen en ook vooral met de patiënten samen. Ja. Dus dat zijn wel de dingen waar ik mee aan de slag wil, wat ik heel leuk vind. En natuurlijk, ik woon nu echt een collega van jou, hè? Ja, klopt, ja. Ik heb natuurlijk mijn eigen programma bij Omroep Drimmel. Ja. En ik heb met Jan en Henk al een aantal jaren zo fijn samengewerkt. Vind ik zo leuk om te doen. Ja. Ja, die wil ik gewoon blijven doen. Dus ik ga straks bij Omroep Drimmelen gaan wij een nieuw programma. Ik hou de naam maar eventjes onder de pen, denk ik. Ik denk dat we dat wat later moeten doen. Maar dan word ik een collega van jou. Ja, ja. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Heb ik ook heel kijk er heel erg naar uit. Ja. 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 Wat zou jij de huidige situatie, de toekomstige generatie bedoel ik, wat zou je die mee willen geven? Kun je dat heel kort aangeven in 3 punten misschien? Ik weet niet of ik het 3 ga proberen. Of 2. Ik denk heel belangrijk van blijf omkijken naar elkaar. En als ik kijk in waar je zelf woont, van als je een beetje oog en oor hebt voor elkaar en voor elkaar klaar kunt staan, is dat gewoon heel belangrijk. Ja, die verbindingen, ik denk dat je daar zoveel mee kunt bereiken. Als ik zie wat ik op LinkedIn, dat ik mensen ontmoet die ik nog nooit in het echt heb gezien, maar wat we met elkaar kunnen verbinden, dat is fantastisch. Dus zoek die verbinding, daardoor word je veel sterker met elkaar. En blijf genieten van de dingen die je wel kunt. Ja. Hè? Zoek naar de mogelijkheden die er wel zijn, ondanks je beperkingen. En ik denk dat iedereen wel tegen bepaalde beperkingen aanloopt. Maar zoek naar die positieve kant. Blijf die drive zoeken, zeg maar. En daar ben je een uitstekend voorbeeld van. Ja, dank je wel. En inspirerend. Dank je wel. Heel veel dank, Lilian, voor dit gesprek. Graag gedaan.